fans van Legia Warschau, Legia Warszawa, een club van ruim 100 jaar oud. Legia Warschau heeft echt wel een beruchte naam in Europa en daar volgde wel een gezonde spanning. En ik denk dat die voor Legia Warschau wel iets meer aanwezig was dan bij andere buitenlandse clubs. Het is 7:45, ruim een uur voor de wedstrijd AZ Legia. Ze hebben geen idee wat er in dit vak achter die hoge hekken gebeurt. De beelden die je nu ziet zijn van de politie, nooit vrijgegeven. Tot nu, want het gaat mis met de fans. Gaan tassen mee, gaan jassen mee en je weet niet wat erin zit. Het kan zwaar vuurwerk zijn, kunnen wapens zijn. En de reputatie van de supporters die is ook niet gering. En we hebben gezien waartoe ze in staat zijn. Dus je probeert je gewoon op alles voor te bereiden. Fans, honderden, zonder ticket willen het stadion in. De ME, hier links in beeld, staat klaar om in te grijpen. Slechts een paar ME'ers tegen een grote, boze menigte. Een kansloze missie. Drie ME'ers raken gewond. Eén van hen wordt bewusteloos geslagen. Als ik die beelden zie, ja, dan word ik woest om. Word ik echt woest om. Nou, dit was helemaal buiten alle proporties. Hè. Ze hebben echt moeten vluchten, gas moeten gebruiken om te kunnen vluchten. Iemand is buiten westen geraakt. Er zijn geweldsmiddelen afgenomen, een wapenstok, een helm. Daar is ook nog mee geslagen. Eén man, linksonder hier in beeld, pakt de helm van een gevallen ME'er. Deze verschijnt online, als trofee. Dat is echt te bizar voor woorden. Echt te bizar voor woorden. Het is veel improviseren dan vanaf dat moment. Improviseren dus. In ondertal. Je ziet het gebeuren en je kan er weinig aan doen. Dat zie je. Dus de onmacht heb ik wel aan gevoel overgehouden van die dag.